Unattainable, forever, wasted, obnoxious, depressing, loud, rebellious. Het idee van het boek was om een Tumblr-blog te maken in analoge vorm. We hebben jaren heel veel onderzoek gedaan, vooral over jongeren. En onze kennis wilden we graag met de rest van de wereld delen. We zijn op Tumblr gegaan. We zijn op zoek gegaan naar fotografen en kunstenaars die wilden bijdragen. En het resultaat is een hele sfeervolle snapshot. Mij leek het heel erg leuk om mee te werken aan het boek, omdat ik het eigenlijk een heel groot eer vond toen ik gevraagd werd door Pernille. Aangezien mijn werk dus dan een weerspiegeling is van de Tumblr-generatie. Dat dan in zo'n samenvattend boekje terecht zou komen, dacht ik, het is een eer. Als ik kijk naar wat me interesseert, zijn toch mensen die de grens opzoeken en met gewoon spelen met wat er al gedaan is en niet. En eerlijkheid, ik denk als je het bij jezelf houdt, dan klopt het of zo. Mensen kunnen daarin relateren. Ik hoef het niet aan de muur te hebben, ze kunnen het lelijk vinden, maar als vanuit het hart komt, dat voel je wel. Het initiatief van het Unicorn Boek is wel iets waarvan ik denk, dat is tof. Omdat onze generatie, er zijn voor ons zoveel platformen waarop je jezelf kan uiten. Dat het heel fijn is dat dan nu een keer gebundeld is in een kleine samenvatting. Het geeft een heel goed tijdsbeeld aan. Het is goed dat met één fotograaf had het niet gewerkt. Het doel van het boek is dat we vooral volwassenen willen meenemen in de leefwereld van jongeren, van nu. Je hebt ook heel veel namen voor deze generatie, van generatie Einstein, millennials, generatie copy-paste, de Tumblr-generatie, unicorns zoals wij hem noemen. Nostalgic, not giving a fuck, full of life and my imaginary friend that I can always relate to.